Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vakantievlog. De tweede van de meivakantie. In het dagelijks leven ben ik juf van groep 4-5, 5 dagen per week. Maar nu heb ik meivakantie. Het eerste wat jullie gaan zien, dat zijn beelden van vrijdag. Want deze tweede weekvlog begin ik op vrijdag. Dan ga ik naar Lieselotte. Ik heb nu 1 stickercollectie met haar ontworpen. Die tweede heb ik trouwens al ontworpen. En ik ga vandaag de derde collectie met haar ontwerpen. Maar die komt pas te koop op mijn verjaardag op 19 juli. En wat ik verder ga doen, geen idee. Ik ben er bijna en ik moet plassen niet te doen. Het eerste wat ik ga doen is plassen. Het is heel ongezellig, maar ik moet echt heel nodig naar de wc. Ik ben bij Lieselotte en Lola is er ook. Nou doe je het niet meer, hè. En jij bent? Ik ben de moeder van Lieselotte, Sandra. Hey Lola. En hier is Lieselotte. Hey. En ik ga nu de kaartjes eventjes schrijven voor bij de nieuwe collectie. Want bij de stickercollectie, als je die bestelt, dan zit er een handgeschreven kaartje bij. Dat is niet erg. Er zit een handgeschreven kaartje bij. Heb je die van de vorige stickercollectie toevallig? Want ik wil niet hetzelfde schrijven. Als je trouwens niet weet, Lieselotte die verkoopt stickers voor in de Masha Planner. Ik heb nu een tweede collectie met haar ontworpen. En die komt online op Hemelvaart, toch? Ja. En de vorige collectie van mij was met rozen en katten. En daar zat dan dit kaartje bij. En ik ga dus nu een nieuwe schrijven. Want ik vind het wel leuk om een nieuwe te schrijven met een ander kleurtje. En ik zat te denken, wanneer gaan we laten zien op Insta een sneak peek van de collectie? Is het te vroeg als we dat vandaag doen? Het is 3 weken van tevoren. Jammer. Ongeveer een week van tevoren en we gaan hem online zetten op donderdag met Hemelvaart om 12 uur 's middags. En nu ga ik dus een tekst schrijven voor bij de collectie. Ik denk dat ik blauw wel leuk vind erbij. Ja, ik denk dat je bruin niet echt goed ziet, hè? Vrolijk kleurtje. Nou is die fout, Lola. Eigenlijk gaat het als volgt. Ik zit hier achter de computer. En dan wordt hier bewerkt, geknipt en gedaan in afbeeldingen. En ik zit op een afstand en dan zeg ik precies wat ik wil. Dan zeg ik nee, dat en dat en dat en dat en dat en dat en die en die en die en die. En dan, ja, ik weet niet hoe deze computers allemaal werken. En aan de andere kant in het pand zit Lieselotte. Wat ben jij nu aan het doen, Lieselotte? Berekeningen maken. Berekeningen maken. Ja. Het is al iets anders. Nummer 8 kan eruit. Nummer 5 kan er ook uit. Dit vind ik nou niet gek. Dit vind ik wel mooi. Want nu is het wel een geheel. Je moet dat geheel erbij hebben. Ja, anders is het niet mooi. In de rest. Zo vind ik hem heel mooi. Maar we hebben natuurlijk voor de algemene collectie heb je 5 kleuren nodig. Maar voor de juffen en de studentencollectie hebben we 4 kleuren nodig. Dus welke kleur laat ik vallen voor de juffen- en de studentencollectie? Oh, dit is wel heel mooi ook. Ik vind het heel mooi. En die kan je heel makkelijk aanpassen, toch? Ja. Oké. Dan bruin, lichtbruin en dan geel. Ja. Los! Goedemorgen, het is zaterdag. Ik heb een smoothie gemaakt met bevroren mango, aardbeien en een beetje sojayoghurt en water. En die ga ik lekker opdrinken. En Sven wil ook. Toch, Moppie? Ja. Deze bril is heel groot voor mijn hoofd, maar ik vind het leuk. Hoe vind jij dit? Heel groot voor mijn hoofd, maar ik vind het leuk. Wij zijn even op weg naar mijn zus. Daar gaan we even wat afgeven. En dan gaan we weer terug naar huis. Maar dan zijn we er wel even uit geweest. We zijn weer thuis. En ik heb last van een licht ontstoken oog. Het is wel een beetje rood. Sven heeft lekker eten gehaald voor de lunch. Wat ik zat te denken, want ik ben vandaag mega veel op bed aan het chillen en YouTube video's kijken. 1. Ik kan helemaal verdwalen in bepaalde verhalen. Zo had ik bijvoorbeeld, kwam ik ineens terecht op een verhaal van een vrouw met haar 2 kinderen die vermoord was door haar man. Ja, super luguber ineens. Ik snap dat het out of the blue komt. En vervolgens kan ik dan urenlang naar die video's kijken. En dan voel ik me helemaal een FBI, terwijl het allang al opgelost is. Maar ik kan me dan helemaal
in zo'n verhaal storten. Dan wil ik er ineens alles over weten. En wat ik ook zat te denken. Ik zat dus op de homepagina van YouTube. En dan, ja, dan komen er allemaal suggesties voorbij. En toen zag ik een leuke thumbnail van iemand. En daar klikte ik op. Toen dacht ik, oké, nou dan ga ik kijken hoe lang vlogt diegene al. Wat voor video's zijn het. En ik vond het eigenlijk wel een leuke vlog. Maar ja, ik klik echt niet zomaar op abonneren. En als ik dat wel doe, dan wil ik heel graag weten hoe het leven van diegene eruit ziet. Toen dacht ik, eigenlijk is het best wel mega bijzonder hoeveel mensen bij mij op dat knopje hebben geklikt. En dat er dus mensen zijn die het leuk vinden om een kijkje in mijn leven te krijgen. Ik weet niet, ineens besefte ik dat ik dat wel mega bijzonder vind. Dus ja, dank jullie wel. Nou, we gaan Mario spelen. Ik mag als tweede. Ik ben een klein schildpadje. Oh jeetje. Nee, nee, nee. Oh nee, ik ben af. Ik heb gewonnen. Nee. Dus jij staat op het bord, op de tafel en ik zit in dat apparaat. Ja. Is toch ook zielig? Ben je nu al dood? Ja, ja, ja. Nou, ik deed niet eens wat. Het is Sven. Woehoe. Ja. Nou, gefeliciteerd mop. Goedemiddag. Oeh, dit is niet handig. Ik ga naar mijn vader en Mirjam eventjes deze Swiffer terugbrengen. Die heb ik geleend, want onze stofzuiger is kapot. En ik heb een nieuwe besteld, maar die is er nog niet. En het huis was zo vies. Zo onwijs vies. Ik werd er helemaal gek van. Dus toen dacht ik, ik heb gewoon nu een Swiffer nodig. Tenminste, Mirjam kwam met dat idee. En die zei, breng hem maar terug als de stofzuiger er is. Maar toen dacht ik, nee, ik wil het eigenlijk gewoon wel gelijk weer terugbrengen. Toch niet heel veel te doen. Eerst wilden Sven en ik een kinderbeweenhoedtaart maken. Maar toen ineens toch weer niet. Ik weet niet, ik heb er wel even een beetje moeite mee vandaag met de situatie of zo. Ik weet niet. Maar goed, ik ga dit dus nu terugbrengen naar mijn vader en Mirjam. En mijn vader, die heeft een treinbaan. En ik denk dat hij die heel graag aan jullie wil laten zien. Dus Moos, ik ga nu even weg. Dus je kan nu niet naar binnen. Blijf maar even buiten. Dat is goed voor je. Mooi, hè? Als ik dan bij mijn vader geweest ben, dan is hij met zijn treinbaan bezig of met de achtertuin. En als ik bij mijn moeder ben, dan is ze aan het breien, spinnen, weven, macrameën. Ik vind dat echt geweldig. En morgen krijgen wij waarschijnlijk nieuwe buren. Spannend. En nee, de schapen zijn er nog steeds niet. Goedemorgen. Ik ga een Kinder Bueno taart maken. En wat heb je nou nodig? 200 gram chocolate chip cookies. En ik heb dit zelf al helemaal verkruimeld. Dus dit koop je niet zo in de winkel helaas. Dit heeft mij een half uur gekost. 60 gram ongezouten boter. 250 milliliter met slagroom, 250 ml mascarpone, 250 gram volkwark, 100 gram witte bastardsuiker, 8 stuks Kinder Bueno, dus 4 keer 2, en 50 gram met chocola. En een taartvorm met een bakdingetje en je moet de zijkant invetten. Dan kun je beginnen. We'll be right back.
later. Want ja, zo lang moet je wachten op de taart. Ik ga hem erbij pakken. Ik hoop zo dat dit gelukt is. Ik ben totaal geen type dat bakt. Ik heb nu water op staan. Ik ga zo meteen deze chocolade smelten. Overheen doen. En dan heb ik ook nog kleine stukjes Kinder Bueno die ik er overheen ga doen. Ik weet alleen niet. Ja, dit moet je natuurlijk wel koud bewaren. Oh. Maar volgens mij is het helemaal goed, joh. Ik ben bij papa, daar is papa in de keuken, op 3 meter. En ik heb hier even wat uitgeprint. Wat een herrie aan alle kanten zeg. Maar ik ga er gewoon wel doorheen. Ik heb een aantal kledingstukken verkocht bij Vinted. En die ga ik nu inpakken. En de pakbonnen heb ik even bij papa uitgeprint, want ik heb zelf geen printer. En dan ga ik die zo meteen gelijk wegbrengen. Het is trouwens wel een behoorlijk gedoe hoor. Want je moet van alles foto's maken. Dan moet je alles erop zetten. Op het moment dat het verkocht is, moet je zo'n pakbon downloaden, printen. Die moet je vervolgens op het pakketje plakken. En dat moet je naar een DHL-punt brengen. Dus het is niet dat je dit natuurlijk even snel doet. Het is goed dat het nu vakantie is. Laten we het daarop houden. Helemaal top. Dus wat moet ik doen? Ik begin. Dan jij. Dan ga ik doen. En dan jij. Heb je geteld hoe lang het duurt? Nee, ik zie het wel. Ik vind het echt het meest stom. Nee, ik vind hem helemaal leuk. Ik hoop echt dat het hier een keer goed gaat. Moet ik die achter mijn oor of niet? Weet ik veel. Oké, ik koop niks aan. Nee, je gaat helemaal buiten de buurt. Je gaat ook die kant op gaan. Wat doe jij? Ik ben heel slecht in TikTok. Jij had een slokje moeten nemen. Ja. Verder was hij oké. Okay. Hij is goed. Ja, ik ga weer in het zonnetje zitten. Ja. Nou, helemaal leuk. Helemaal leuk. Hi. Het is dinsdag. Ja. Het is zelfs al 6 uur. En ik ga koken. Ik heb vandaag heel veel in huis gedaan. Ik heb heel veel in mijn hoofd gedaan. En dat klinkt heel wazig, maar ja, dat is wat het is. En ik ga nu koken. Zie hier varkenshaas met zomerse salade met krieltjes en gegrilde nectarine. Alleen deze nectarine kun je er ruit mee inslaan. Dat is dan weer een beetje jammer. Maar ik ben benieuwd. En nogmaals, als je dit niet weet, dit is niet gesponsord. Wij hebben gewoon zelf HelloFresh. Mocht je nou denken, ik wil ook HelloFresh, hieronder zie je een kortingscode. Ik ga dit maken. Maar die nectarines, die moeten met die sla, hoor. We zijn bij de mama's. En mama heeft samen met Liesbeth een hele mooie, heet het een tipi-tent? Een joert. Een hoe? Een joert. Joert? Ja, een joert. Oké. Van een willige hut. Een willige hut. Maar er komen vanzelf bladeren aan en zo. Dus hij wordt vanzelf helemaal winddicht. Dit is wel echt fantastisch hoor. Kijk. Hoe tof. Dat zaagsel ook erin. Dit is wel echt heel leuk hoor. Leuk hè? En komen er alleen bladeren aan of zitten hier ook bloemetjes doorheen bij deze takken? Nou, alleen bladeren. Leuk. En dan van die lichtjes erin hangen.
Ja, dat kan ook wel. Toch? Ja. Ja, dit is echt heel mooi. Wij roeren dit altijd. Kijk, ik heb zalm, surimi stick, gebakken ui, zeewier, avocado. Hallo! Het is donderdag en ik ga naar mijn klaslokaal. Want maandag gaat de school weer open en ik ga zorgen dat alles helemaal ready is. Oké, ik ben in de klas en op dit moment komt er heel veel op me af. Ik heb er ook voor gekozen om geen aparte juffenvlog te maken. Want als ik alles wat er nu in mijn hoofd omgaat, als ik dat nu aan jullie moet uitleggen, dan kost het me de helft meer aan energie. En dat trek ik nu gewoon even niet. Wij hebben dan op iedere dag een andere groep. Dus maandag heb ik mijn groep 5 en op dinsdag heb ik mijn groep 4. En dan op woensdag weer groep 5. Nou, zo heeft de directrice met een collega van mij een heel schema in elkaar gezet. Wat ik wel kan vertellen, ik zit er nu zo bij. En ik heb hier allemaal formulieren liggen. Dingen die ik moet kopiëren. De brief die er naar de ouders is uitgegaan. Het rooster van de kinderen. En ik heb mijn Chromebook. En ik ga dus nu bepalen, oké, waar waren we gebleven? Welke lessen ga ik geven in de klas? Welke lessen moeten ze thuis maken op het moment dat ze thuis werken? Kies ik voor schriften? Ga ik ook voor werkbladen? Dus dat is wat ik nu in elkaar ga zetten. Dus dat betekent dat ik een rooster ga maken voor week 20. Dus voor 1 week. En dan pas ga ik kijken, oké, hoe nu verder? Voor verdere juffdingen dan volgende week weer de juffenvlogs. In ieder geval 1. Ik ga in ieder geval 1 dag vloggen. En of er meer worden, dat hangt er een beetje van af. Met hoe het allemaal loopt. Welkom bij mijn volle maan ritueel. En dat klinkt misschien heel zweverig, maar ja, zo zie ik het niet. Vanavond is het volle maan en de volle maan staat in het teken van schorpioen. Als je nou geïnteresseerd bent in meer van dat soort informatie, dan raad ik je het boek aan Leven met de Sterren en Leven met de Maan. Op de dag dat het volle maan is, vind ik het heel prettig om zoveel mogelijk taken af te maken die dag. Dus overdag heb ik heel veel gedaan. Vandaar dat ik ook vandaag had gekozen om alles in het klaslokaal op orde te maken voor de nieuwe start, naar de vakantie. Nu vind ik het heel prettig om dan even een momentje voor mezelf te pakken. En wat dus ook super lief is, is dat Sven ook echt vroeg van, nou, wil je dat ik er juist bij ben of wil je dat ik naar boven ga? En ik vind het gewoon heel mooi dat hij me daarin helemaal respecteert en dat hij zegt, ja, vanavond je volle maanritueel toch? En wat wil je dat ik doe? Nou ja, toen gaf ik al aan, nou ja, als je ook even erbij wil zijn, vind ik dat prima. Maar ik denk toch dat ik het prettigst vind om het vooral in mijn eentje te doen. Ik maak het huis helemaal schoon. Ik heb nu de balkon er open. Ik heb de voordeur open. Ik heb alle ramen open. Dus alles staat helemaal open. Zometeen ga ik stofzuigen. Het hele huis. De wc even schoonmaken. Het bed verschonen. Dan heb ik alles helemaal schoon. Nou, ik heb hier bijvoorbeeld een sieraad met maansteentjes. Mijn ketting met maansteentjes heb ik al afgedaan. En ik heb ook wat edelstenen. Wat kristallen. Een amethyst en een rozenkwarts en zo. En die ga ik reinigen. En die laat ik vannacht op het balkon op het tafeltje vol in het zicht van de volle maan liggen. Het schijnt dat het dan helemaal gereinigd is en weer helemaal ready voor een nieuwe maand. Een geurkaars aanzetten en ik ga iets opschrijven wat ik heel graag achter me wil laten. En dat ga ik strakjes in een bakje doen en dan ga ik dat ook echt gewoon verbranden. Dat doe ik niet
altijd, iedere maand. Maar nu is er wel een bepaald gevoel wat ik echt heel graag weg wil hebben. Dus dat verbrand ik gewoon weg. En ik wil mezelf eraan helpen herinneren dat ik de komende maand bepaalde dingen juist wel mag. En dat ga ik op plekken opschrijven. Ja, zodat ik het gewoon heel vaak zie en lees. En ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Maar goed, dat is dus wat ik nu allemaal ga doen. Ja, kan je op je kamer neerzetten. Kijk maar, is ook roze. Zitten we in de babbelbox? Hey, Tamaatje. Tamara, ja. Leuk, met allemaal glinsters erop. Maar het gaat wel goed, toch? Ja. Toppie. Hé, hey, maar Tamara, jij hebt wel echt even met je gezicht in de zon gezeten. Ja, je bent echt lekker bruin. Ja. Nou, ik word getrild. Ik zet even mijn tril uit. Maar hoe vind je de bloemetjes die we hebben meegenomen voor je? Mooi, aan mijn kamer zit. Ja, dat kan mooi, hè? Mooie kleur roze is het, hè? Het is moederdag bijna. Ja? Ja. Oh, wauw, kleur op nummer. Ben je nu de volgende aan het kleuren? Ja, de volgende dit. Oké. Okay. Oh, mooi. Wat wil je zeggen? Hou vol. Hou vol. Ja. Moet je nou zo hard op jezelf lachen? Mijn konijn. Niet zo zelf een konijn willen zijn. Ja, dat is die mooi. Die is mooi. Ik wil die ook geven, maar dat kan dan niet. Probeer het er eens onder door te schuiven. Gaat dat lukken? Ja! Ja. En jou geven, Sven. Ja. Ik wil wat kleding aan jullie laten zien. Want ik heb weer 4 kledingstuks gehad van Chiquel. 2 sportbroekjes in een emmetje. Deze en deze. En deze ziet er op het oog heel chill uit. En 2 jurkjes. En die heb ik ook allebei in een emmetje. Dus die ga ik even voor jullie aantrekken. Sportlegging 1. Groene sportlegging. Zoals je ziet. Hij zit heel hoog. Hij heeft hier ook van het elastiek. Hij valt er wel mooi overheen.
Hij zit wel heel lekker. Maar ik haat sportbroeken gewoon omdat ik bewegen haat. Maar ik moet het wel meer doen. En dan denk ik, ja, dat kan wel goed in deze. Hij zakt niet af. Dan de grijze. Kijk, deze valt ook echt heel hoog. Hij zit heel lekker. Hij zit hier niet strak. En hij schijnt niet door. Zakt hij af? Nee, het zit wel echt heel lekker. Het jurkje. Ik had het zelf leuker gevonden als dit iets lager had gevallen. Maar je kunt hier natuurlijk ook... Ja, je kunt hier wel een heel leuk riempje omheen doen. Hij zit hier met een elastiekje. Dus ik heb hem zelf zo. En dit is wel een wat korter modelletje. En als laatst deze jurk. Een lange jurk. En je kunt hem hier vastzetten. Als ik deze met een BH draag, zit hij te strak. Dan had ik een maatje groter moeten nemen. Maar hij schijnt niet door. Dit is deze jurk. Maar, voordat jullie weggaan. Als je nog niet op abonneren hebt geklikt. En je kijkt wel mijn video's. Dan waardeer ik het heel erg als je op abonneren klikt. Dat is gewoon gratis. En dat vind ik heel tof. Want dan support je mijn YouTube kanaal. Volg me ook op Insta. Dat vind ik heel erg leuk. En dan wil ik jullie heel erg bedanken. Doe een duimpje omhoog, want dat maakt meer impact dan je denkt. En dan zie ik jullie weer bij een juffenvlog.